Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering in een nieuwe serie. En deze serie noem ik Even Lekker in Bed. En Even Lekker in Bed wordt een hele leuke serie, want ik ga namelijk lekker gamen in bed. En dat betekent dat we relaxed games spelen. Niet gefrustreerd, gewoon op ons gemakje. En jullie gaan zeker meegenieten. En de eerste game is... Oké, people, let's go to work. Nou, je zag het al een beetje. Nieuw Super Mario Bros. Voor de Nintendo DS. Een spel die best wel oud is, 2006. Is, even kijken, 6, 7, 7, 8, 8 jaar oud. 8 jaar oud deze game al. En ik ga een nieuw vel doen. Ik heb het spel eigenlijk weinig gespeeld. En we zien een filmpje. Dit is de DS, zoals jullie natuurlijk al weten. En we zien Mario met de prinses. En wat gaat er gebeuren? Een wolkje. En Mario gaat kijken wat er aan de hand is, want waarom zou het kasteel... Oh, dit is een slimme... Dit is slim gespeeld. Ja. De Bowser. Dat heet toch Bowser, dat schildpad ding? Voor mij wel, Bowser of zo. Of Browser. Bowser. Oké, dit is dus de game. Ik heb hem eigenlijk nooit gespeeld, omdat ik nooit een goede in de werkende emulator vond. En dankzij Rick van Serpent Gameplay... heeft hij mij deze emulator gegeven. En ik dacht, ik ga een serie maken. Even lekker in bed. Nou, dit speel ik eigenlijk niet met een DS-controller. Want dat kan natuurlijk ook niet. Maar ik speel deze gewoon lekker met een 360-controller. Oh, dat nummer ken ik wel. Oh, oh my god, jongens. Vincent, kom op. Ik moet een beetje beter spelen. Want dit slaat nergens of ik nou alweer mijn dingetje kwijt ben. Wow. Oh my god. Oh god, kijk dan. Dat is echt vet. Alles slopen. Kunnen we hier erin? Ja. Whee. Holy crap. Oké, nou we hebben twee levens erbij. Kunnen we hier erin? Nee, we kunnen daar niet in. Oh, een schildpadje. Oh, oh, scheisse. Nu. Oh nee, oh, dit is zo smerig. Jongens, even lekker relaxen, jongens. We gaan niet stressen, we gaan gewoon nog een keer proberen. Oké, we doen het rustje. Ik ga even beter mijn best doen. Als ik nou bij level 1 al faal, jongens. Hoe willen we dan bij level 10 verder komen? Oh. Ik heb toch niet al eentje overgeslagen, hè? Kijk maar, ik heb er één overgeslagen, ik zie het alweer. Nou, dat kan toch niet, jongens. Hebben we eentje over het hoofd gezien? Even uitzoeken. Hier? Oké, we gaan verder op het andere scherm. Apart. Daar zit hij. En dat ding kunnen we ook pakken. Oké, we zijn sterker geworden met ons mannetje van Mario. Heerlijk. Oh, dit vind ik wel echt een heel leuk dat ik dit gewoon heerlijk kan spelen, jongens. Hoppakee, 2000 punten en we hebben het level gehaald. Het eerste level van Mario. Nou, dat viel nog mee. En het vlaggetje. Oké, ik denk dat dit level 2 is. Ik gok. En dat is natuurlijk... Ja, natuurlijk. Officieel is dat eigenlijk zo'n onder de grond level. Dat is ook bij de officiële Mario natuurlijk. Dat mag je niet, daar mag je niet aan komen. Dat mag je niet wijzigen. Nou, ik ga hierin eventjes die muntjes pakken. Want ik weet, bij 100 muntjes zou je waarschijnlijk wel een leven krijgen. Zo. En die kan je zelfs verder naar onder. Zullen we het doen? Zo. Ja, zoals ik al zei, ik krijg... Bij zoveel munten krijg je dan een leven erbij. We gaan even kijken of we daar in naar boven kunnen. Zo, juist. En we krijgen zelfs muntjes uit de... Ja, wat zijn dat voor beesten? Congo's? Congo's? Combo's? Gombo's? Gambies? Ik weet het echt niet meer hoor. Oh, die moet ik hebben, die moet ik hebben. Die wil ik hebben, die wil ik hebben. Shit! Te laat. Sorry mensen. Hoe gaan we dit ooit doen? Wacht even. Ik weet een manier om daar te komen. Moment.
Nee, dat gaat nooit lukken, dit. Hoe moet je daar boven komen? Ik weet het niet. Er is een mogelijkheid, maar ik weet niet hoe. Ja, je kan wel daar komen, of niet? Nee. Ik denk via daar. Kijk. Kan hij niet via boven? Oké, dat gaat dus niet. Oh, je kunt hier uitkomen, jongens. Zal het er wel? Ja. Oh, de boomstammetjes. Dood. Kijk, en dan kunnen we nog naar beneden ook. Ik vind het wel leuk dat dat scherm afwisselt, weet je wel? Ja, dat heeft wel iets. Zullen we even het slopen hier? Ik weet niet wat het slopen valt. Zit hier een geheim? Ja, het is een geheimpje. Nou, kom op. Zo moeilijk is het niet. Zo, hoppakee. Kom maar, ja. Oh, zo. Net op tijd weg. Komt u maar, Bloem. Komt u maar. Oh, hij verschijnt niet meer. Oh, oké, random. We kunnen dat proberen of we daarboven kunnen komen. Ik denk het zelf niet. Zal ik het proberen? Oké, gewoon YOLO. Ja, hij doet het. Oh my god. Is dat voor een speedrun? Woe! En daarboven kan je misschien ook nog wel komen, dat weet ik niet. En die laatste munt, hebben we nou gewoon gemist? Oké, we hebben niet alle munten. Dat is wel heel triest. Sorry mensen. Let's go! Oh, chicken tonight! Dat zegt hij toch? Chicken tonight of zo? Mario. Het volgende level voltooien we. En we kunnen naar het volgende level, dat is level 3. En dat is één van de drie. Het zijn volgens mij 7 werelden, of 8 of zo. En dan aan elke eind van de wereld hebben we een baas. En dit ziet er grappig uit. Een soort van, ja, een paddenstoel level. Oh, die muziek is zo fijn. En zo'n oude game al, hè? En zo leuk. Ik vind het verschrikkelijk leuk. Holy shit. Paddenstoelen fly. Zo, het duurt uren voordat ik eindelijk... Kijk hoe lang dat duurt. Oh, een muntje. En de paddenstoelen vliegend rond hier. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik heb gewoon alle munten nu al. Hop, haal hem. Haal hem. Ja. Alles. Nou, die ging goed. Nou, dat ging lekker dit level. Zie je? Als ik gewoon mijn klep hou, gaat het gewoon goed. Ik versta niet wat hij zegt. That's so nice. En ik denk dat we nu wel bij een kasteel komen. Zullen we eens kijken? Dat is een kasteel. En een kasteel betekent wel een mini-boss. We gaan het zien. Holy crap. Skeletten. Oh, die kan niet... Die kan niet slopen of zo. Denk ik. Oké, dit gaat goed tot nu toe. Is niet zo heel moeilijk, hè? Ik weet het. Het is nog maar de eerste kasteel level. Oh. Het gaat goed. Ja, er zit een baas op het einde. Ik zie het aan de mapkaart. Er zit zo'n schildpadje. Bowser. Hij leeft gewoon nog, hè? Hij leeft gewoon nog door, die aap. It's Mama Luigi to you. Wat is dit? Een deur of zo? Ik weet niet. Raar. Kunnen we hierin? Ja, moet wel. Oh! Holy crap! Geheime deur, wat is dat dan?
Laten we even kijken wat het inhoudt. Holy! Oké. Random. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Want wat zouden wij zijn als we dat niet nog een keer gingen proberen? Er zal toch wel een checkpoint zijn of zo? Ja, checkpoint. Mooi zo. En kleine Mario. Schattig. Oké, moet hem nog een keer halen. Dat moet sowieso. We kunnen er niet zeggen van... Ho! In één keer. Dat was helemaal niet moeilijk, maar ik deed gewoon raar. Oké. En... Hoppakee, een leven erbij. En onze Luigi hebben we terug. Dus er is helemaal niks gebeurd. Helemaal niks veranderd. Oké, twee gaten. Ik weet niet waarom. Oké, cool. Ik weet niet wat er gebeurt als we hier naar beneden vallen. Maar laten we dat even proberen. Oké, er gebeurt gewoon helemaal niks. Oké, de laatste munt hebben we niet gehaald, maar dit is de baas. Oh. Oh! Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Is hij dood? Oké. Gewoon random dit. Oké, random. Nou, dames en heren, dit was de allereerste aflevering voor Even Lekker in Bed. We gaan wel even opslaan, natuurlijk, dat was belangrijk. En we hebben gesaved. Kanaren hier, nu is pas de eerste save. Nou, met 9 levens gaan we verder. En in de volgende aflevering gaan we zeker nog even een potje Mario doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze allereerste aflevering in de nieuwe serie Even Lekker in Bed. En tot de volgende keer. Doei!